Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vorkmeer. Jeugdigen uit Meijel lopen uit voor een nieuwe activiteit van Stichting Tiener Events. Van abseilen tot de alleskunner. Zo wordt de jeugd in het dorp met leuke activiteiten geënthousiasmeerd. Wij zijn de Stichting Tiener Events Meijel, STEM heet dat. We hebben ook de naam gekozen omdat we de jeugd graag een stem willen geven. En dat we het gewoon belangrijk als doel vinden om de jeugd in Meijel ook bij elkaar te verbinden. Ze met Meijel te verbinden en ze elkaar te laten opzoeken. En niet alleen achter een mobieltje zeggen we altijd, maar met elkaar. Nou, we zijn STEM, dat is eigenlijk zijn we met een zestallig bestuur. En daaronder heb je de werkgroepen. Ja, voor de vengneuzen en de werkgroep voor de tiener events, voor de activiteiten. En daarnaast hebben we dan een apart groepje die samen in Chic participeert, samen met andere verenigingen. Chic ligt in de kelder van gemeenschapshuis Ten Binger. Voorheen was het de ketter en op een gegeven moment is dat gestopt. En is het heeft Ten Binger die ruimte teruggepakt en gevraagd welke jeugdgroepen, verenigingen hebben er interesse in om hier iets te gaan organiseren en actief te zijn voor de jeugd. En samen met Jong Nederland en STEM zijn we hier toen aan de slag gegaan om eerst in instantie echt een nieuwe frisse look te geven. En daarna te kijken van hoe kunnen we samen hierin participeren en leuke activiteiten gaan organiseren. Zowel voor STEM, maar ook natuurlijk voor Jong Nederland die een paar avonden in de week hier actief zijn met hun leden. Nou, wij proberen inderdaad een 4-5... ligt eraan wat activiteiten zijn, een aantal activiteiten per jaar te organiseren. En goed, sowieso is dat dan altijd met de carnaval de vengneuzen. En daarnaast doen we dan een vijftal activiteiten, waaronder afgelopen jaar het abseilen vanaf de kerk. We zijn een dagje naar Walibi geweest. Nou goed, en af en toe wat kleinere ertussen, die houden we dan in Chic. Dit jaar hebben wij de alleskunner gehouden. En wat gaan jullie vanavond doen? Ja, allemaal spelletjes, kijken wie het beste is. Wat doe je normaal gesproken op zaterdagavond? De bank. En zit je dan de hele avond met je telefoon? Nee, voor de tv. Vind je nou leuker dat er mensen bij elkaar komen, dat je met andere mensen kunt spelen? Ja. Waarvoor ben jij vanavond gekomen? Gewoon voor de gezelligheid. Ja, ze proberen we iedere keer iets nieuws te verzinnen voor de jeugd. Ja, we zijn sowieso tevreden met wat we hier neergezet hebben. Jong Nederland is heel tevreden, zij hebben vaste leden. Voor ons is de uitdaging wat groter. Wisselende successen, mooie opkomsten, maar ook activiteiten gehad waar dat we helaas weinig animo voor was. Dus ja, we zijn daar nog wel zoekende in, maar tot nu toe zien we wel dat we de jeugd wel heel langzaam af en toe weten te bereiken. Maar het is en blijft een uitdaging. De jeugd die er dan altijd is, die zeggen altijd, het is hartstikke leuk. En toch de frequentie om ze terug te laten komen is moeilijk. Ik weet niet of het door de ouders komt, dat die het toch niet zien dat het is. Of ze niet gestimuleerd worden om hier naartoe te komen. Het is gewoon lastig om ze te bereiken. Maar goed, het is natuurlijk speciaal voor de jeugd van brugklas tot en met een jaar of 16. Daar is weinig voor. Maar ja, ze zijn ook nog heel moeilijk zelf te motiveren. Ja, we gebruiken sowieso tijdens activiteiten zoeken we ook wel de interactie met de jeugd zelf om te polsen van wat vond je van deze activiteit, maar wat vind je ook leuk om te doen. En dat doen we bij activiteiten die we door het jaar heen organiseren, maar ook met de jeugdcarnaval, met de vengneuzen, proberen we ook die groep dan te betrekken van wat zouden jullie willen organiseren en buiten de carnaval, wat vinden jullie nog meer leuk om te doen. En op zo'n manier dan toch weer een nieuwe activiteit te bedenken. En daarnaast zijn we ook natuurlijk wel aan het denken van je moet de jeugd bereiken, maar je moet ook het contact krijgen met de ouders. Dus we zijn wel nog na aan het denken om voor volgend jaar ook een soort van informatie aan te doen
over bijvoorbeeld de drugsverslaving of ja, bepaalde thema's om ook zo niet alleen met de jeugd, maar ook de ouders, omdat ja, als je de ouders ons kennen, kunnen ze ook de jeugd stimuleren om ja, naar, of naar infoavond of naar activiteit van ons te komen. Ja. Dus we zijn zoekende. Kijk, wij vinden het leuk om te organiseren, maar het gaat vooral omdat de jeugd het leuk vindt. Ik kan echt genieten als ik zie dat de jeugd gewoon heel veel plezier met elkaar heeft en als ze elkaar verbinden. En ik zeg zelf als ooit van het leukste compliment is misschien als je ze tegenkomt en oh, dat was leuk hè, of dat was gezellig. Of dat ze, ja, ja, ik geniet wel zo'n avond als je ziet dat ze samen hebben. Ik heb zelf, hebben we vroeger ook altijd van alles gehad. En alleen, ja, dat was op een andere periode. Er was een instuif, daar ging je naartoe, was die datum zo laat. Ja, ik denk dat de samenleving gewoon iets veranderd is. En ja, toch wel op bepaalde momenten nog iets kunt organiseren dat ze wel die binding hebben. Geeft mij in ieder geval ja, wel veel energie. Nou, ik vind wel het upsilen, dat we dat voor elkaar geboxt hebben. Ja, dat is natuurlijk wel een heel prestatie, want dat wordt al jaren geroepen hier in Meijl van oh, wat zou het mooi zijn als we van de kerktoren zouden kunnen upsilen. Zowel door volwassenen als kinderen. En dat wij dat dan als stem voor elkaar gekregen hebben. En natuurlijk ook wel in goed goede samenwerking met kerkbestuur. Ja, dat is natuurlijk wel een yes moment waar we wel trots op terugkijken. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vorkmeer.